Welkom bij een nieuwe Piepshow. En deze gaat vandaag vooral over Microsoft. Um, want, en de aanleiding daarvoor is, de kwartaalcijfers die zijn uitgekomen. Het wemelt weer van de kwartaalcijfers. Blijkbaar is het weer zover. Um, en die van Microsoft die wil ik even uitleggen, omdat. Ja, wat ik al zeg van Microsoft is op dit moment wel de partij waar heel veel om speelt. Wat gaan ze doen? Gaat het wel lukken? Um, ze hebben nu Activision Blizzard. Wat gaan ze daar dan weer mee doen? Er is ontzettend veel aan de hand. Um, de cijfers, die ga ik er even bijpakken. Um, nou, ik heb even, even gewoon een berichtje daarover gepakt. Microsoft Quarterly. Earnings Call Reveals Xbox Gaming revenue is up slightly. Volgens mij 1% meer games en uh, services afgenomen. Maar de console uh, sales is weer omlaag gegaan. Uh, 13% uh, over dit kwartaal. En um, that's compared to an Eyebrow Racing 30% uh, decline. Uh, Xbox hardware sales over the previous quarter. Microsoft heeft een enorm. Hardware probleem. Ze raken het niet aan de straatstenen kwijt. En jij hebt het er vaak over: van ja, ik zie die dingen niet, dus ik kan het ook niet kopen. Dat is nu anders. Het is nu anders. Maar uh, het probleem is ook een beetje: ze, uh, ze maken op de console geen winst. Microsoft. Elke console die ze verkopen, daar leiden ze in principe verlies op. En ja. op het moment. Zeker een aantal kwartalen geleden, uh, waarop er niet zoveel vraag is, dan ga je als bedrijf ga je niet overproduceren, want je raakt het niet meer kwijt. Dus ze gingen eigenlijk heel weinig produceren, eigenlijk een beetje te weinig. Waar, waarop toen de aandacht misschien er weer was. Het nou, er is er niet, niet waar. Er zijn een paar dingen wat ik niet begrijp aan Microsoft, en één daarvan is bijvoorbeeld, dat zag ik laatst langskomen: dat is dat die um, Xbox Series S, die we daar in beeld zien staan, ja, het kleinere broertje dat van de Xbox deze, ja. Series ja. X. Ja. Die hebben ze nu uitgebracht met 1 terabyte. Dus dat is in feite een console die dan niet vol 4K uh, beeld uit, uh, mm -hmm. uitstuurt. Ja. Maar wel gewoon 1 terabyte uh, heeft. En gewoon aanzienlijk goedkoper is dan die Xbox Series X. Xbox Series X volgens mij bij mijn, uit mijn hoofd volgens mij om en bij de 500 euro. Of 400 nog wat. Uh, die Series S die kost uh, nog geen 300 euro. Dus dat. Um, uh, dat vind ik opvallend. Waarom zou je een, een, een concurrent in de markt zetten mm -hmm. van je eigen vlaggenschip? Weet je ja. Waar, waarom dat doen? Ik bedoel, dat doet Sony, doet dat toch ook niet? Die heeft toch ook niet een, Ik wil ze hebben natuurlijk wel die stream-only, uh, dat soort shit. Dat is natuurlijk ook een beetje de serie. Ze komen es een stuk straks met de PlayStation 5 slim, zegt men. Ja, dat klopt, inderdaad. Ja, ze hebben eigenlijk wel. Ze hebben die stream-only PlayStation 5, maar mm -hmm. goed. Um, ik, ik, ik heb zoiets van. Ik denk dat het prijsverschil tussen die Xbox Series S en Series X zo groot is. Dat ze die Series X een beetje uit de markt duwen. Ja. Dat ze, en dat was leuk in, toen er niks geleverd kon worden. Maar nu heb je zoiets van ja, weet je, nu ze eigenlijk gelijk zijn op dat 4K spectrum na. Um, dan heb je alleen de hardcore gamers die die Series X willen. Mm -hmm. En de rest kan prima af met de Series S. Ja. En dat is. Nou net die, die hardcore gamer, dat die is denk ik al een beetje, die is geketerd, weet je, mm -hmm. die, die die heeft al een Xbox Series X of een PlayStation of whatever, weet je, ja. die, die is er al. Dus dat, ik vind dat moeilijk. Ja. Ik, ik heb gewoon zoiets van, ik begrijp niet helemaal waarom ze dat doen. Nou, uh, dat is een goed punt. Uh, ik begrijp ook, het lijkt me ook heel moeilijk, hoor, want, want Microsoft zit, kijk, PlayStation, Nintendo is vrij duidelijk, die hebben één, één doel. Dat is Zoveel mogelijk consoles verkopen. Ja. En dan zoveel mogelijk boxed games of digital games, games erbij verkopen. Microsoft speelt... Je hebt cloud. Je hebt Game Pass, subscription. En dan heb je ook de Xbox Series X. Maar je kan ook de Xbox Series S nemen. En eigenlijk ook een beetje de Xbox One. Als je maar in de familie bent. Ja. Het is van alles wat. En de vraag is nu... Want je hebt het er wel eerder over gehad. Van ja... Misschien, of sterker nog, jij dacht van het, het, het zou mij niks verbazen als op een gegeven moment Microsoft stopt met de console business. Mm -hmm. Omdat, wat maakt het nog voor sens? En dat is een verhaal wat je nu een beetje ook bij analisten zet. En ik, 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 ik heb er, had daar er een goed verhaal over uh, van uh, Windows Central, wat op zich best wel een redelijk pro Xbox verhaal is. Sterker nog, ze maken alleen maar daar content over. Die zegt het, we zeggen heel vaak. Het zijn de games. Ze hebben gewoon geen ja. games. En zij, zij zeggen eigenlijk: nou, daar gaat het niet om. Het gaat om de hardware. Ze hebben een hardware-probleem. Van um, die Game die gaat heel erg richting de mainstream. Uh, en de casual gamers zullen ze daar bereiken. D dat moet allemaal nog op gang komen. Uh, ondertussen heb je dus de hardcore gamer. Die is op die, die gaat meestal als eerste erin. Maar waar ja. we nu weer naartoe gaan, is dat de PlayStation 5 die de laatste tijd echt heel goed verkoopt en waarbij je nu ook duidelijk ziet dat PlayStation 5 overal heeft hij nu een korting gekregen in Nederland maar ook in andere landen. Hoeveel hoe grootste korting? Ja, volgens mij 100 euro of oh, uh, ja? ja precies okay. uh, dat hij goedkoper in de winkel ligt. Ze zijn de oude PlayStation 5's nu eigenlijk aan het wegzetten zodat straks dus naar voluit slim. de PlayStation 5 Slim en de PlayStation 5 Pro eraan komt en ja, okay. dan gaan ze dan gaan ze dat weer pushen. Ja. Um, dat betekent nu dat de PlayStation 5 zit nu op zo rond de 40 miljoen. En de, PlayStation, de Xbox Series S en X zitten zo rond de 20 miljoen. Het is weer 2 versus 1. Ja, maar de, de, en je, dat de, is voor third party bijvoorbeeld nog wel echt een ding. Maar nou, er is nog wat anders aan de hand. Kijk, nu pas. ik wil, Dat is nu al een paar maanden aan de hand, maar die consoles liggen nu gewoon in de winkel. Mm -hmm, klopt. Wat daarvoor gebeurde is dat als er al een keertje een badge vrij kwam, dan werd die opgekocht door uh, al die resellers. Die vervolgens op marktplaatsen op eBay in Amerika. eBay heel groot. Ja. Maar ook op Amazon zag je dat die dingen verkocht werden. Dus dat heeft he, eigenlijk heel erg uh, de markt verstoord. Mm -hmm. Dus alles wat uitkwam werd direct verkocht. Niet eens zozeer aan consumenten, maar aan resellers. Ja, wij weten niet of er nog stapels aan PlayStation en Xbox bij die resellers liggen. dat zou zomaar kunnen. Dus je weet niet of die vraag, die er, uh, die er was, of die wel uh, of dat wel een echte vraag was. Nu pas, nu die dingen in de winkel liggen, kun je pas zeggen: van oké, okay, nu pas weten we. Um, hoe groot de vraag is naar die consoles. En dan heb je nog een ander punt... wat jij net uh, uh, ook even aanstipte. Um, er wordt geen winst gemaakt op die consoles. Niet alleen nee. door, die, uh, door die fabrikanten... maar ook niet door de winkeliers. Dus nee. um, ik weet dat er op een, uh, op een... bijvoorbeeld een Xbox Series X... Of een, of een, uh, en dat, daar zit nog de meeste marge op... dat is 15 euro voor een winkelier. Denk je nou echt... stel je voor, je hebt een winkel... Mm -hmm. En je hebt natuurlijk uh, beperkte ruimte in die schappen. Weet je? je kunt niet je winkel oneindig vol stampen. Nee. Uh, dus je legt daar, weet ik veel, je hebt daar meter bij een meter. Dat is voor Xbox. Kun je dan een paar games neerleggen. Waar je misschien uh, tientje per stuk verkoopt. Waar je er misschien tien op een dag van verkoopt. Of dat ga je een, daar vier, vijf ja. Xboxen neerleggen. Waarvan je er misschien één in de week verkoopt. Ja. Weet je? Dus het is al duidelijk dat die hardware. Um, dat is niet zo heel erg interessant geworden uh, mm -hmm. als product om te verkopen. Daarnaast zie je dat die verkoop van die software, dat gaat allemaal naar online toe. Ja. Dus die winkels <laughs> die voorheen altijd de plek waren waar je dan je, je hardware kocht. Dat is nu klaar, weet je. Dus ja. je ziet nu gewoon de pijn van niet in een fysieke winkel liggen. En alleen op Amazon en weet ik veel wat. Die pijn wordt nu gevoeld bij die fabrikanten. Want... Je loopt niet een winkel in om even een demo te zien van een of andere game die ze hebben, weet je. Nee, dat ja, zie, de, de dat zie je allemaal niet. De schaarsheid van de PlayStation 5. Of de grote vraag in het begin was het natuurlijk een zegen voor winkels. Want die gingen natuurlijk al die bundels erbij verzinnen. Ja. Uh, waardoor ze allerlei dingen. Ja, dat, dat lukt nu ook niet meer. Niemand koopt meer een bundel. Uh, omdat de PlayStation is sowieso in prijs verlaagd is. Uh, en, en ja, de markt is nu feitelijk. Normaal weet je wel, oh ik wil iets kopen, dan kan je het kopen. Voorheen was het, ik wil iets kopen, maar het is er niet. En dan ga je dus, uh, kun, ja, kun je het voor een hogere prijs of voor, voor allerlei rotzooi die je erbij hebt, uh, mm. die kun je eraan toevoegen. Xbox heeft nog een tweede probleem, en daar zie ik ook weer van. Ze moeten op een gegeven moment de koers gaan volgen. Dat is namelijk, uh, de, als je een game maakt voor de PlayStation, maak je voor de PlayStation 5, weet je wel. Um, de Xbox Series S kan niet brengen wat de Xbox Series X kan. Dus. Ja. Een developer moet eigenlijk twee games maken. Die moeten zorgen dat hij... Want Microsoft wil dat hij op allebei draait. Want de familie. Ja. Je merkt dat heel veel developers iets hebben van... Oké, okay, dus ten eerste is jouw console verreweg uh, de minder populaire. Twee versus één, weet je wel. Ja. Voor elke... Verkochte Xbox worden de twee PlayStation verkocht en je maakt er ook nog een keer moeilijker dat ik twee versies moet maken. Baldur's Gate is een voorbeeld. Het is niet helemaal duidelijk of dat nou letterlijk te maken heeft met, met dat de Xbox Series S niet handig genoeg is, maar hij komt daar, hij komt voorlopig nog even niet op de Xbox uit, omdat de Xbox Series S dat lukt ze nog niet om dat helemaal goed te krijgen. Gaat wel lukken zegt ze, maar vertraging. Dat is eigenlijk een soort van exclusiviteit voor PlayStation. Ja, die was niet eens om. Pijnlijk, heel pijnlijk, want dat betekent gewoon verkochte playstations, uh, exact. niet verkochte Xbox. Um, moeten ze nou aan die lijn vasthouden de hele tijd van het moet op al onze Xbox kopen, of moeten ze dat loslaten? En dan snap ik steeds meer van waarom als Microsoft toch steeds meer inzet op dat subscription model waar we het zo over gaan hebben, mm -hmm. laat die console dan ook gewoon los. Dan, dan biedt hem aan op de PC, in de cloud, op de PlayStation, op ja, de Nintendo. Het probleem is. Als ze dat los zouden laten, ja. dan is het klaar met Xbox. Wat de Xbox, het, het vervelende is dat Xbox-product is ja. misschien een digitaal product, maar het draait op een fysiek product. Mm -hmm. en daarom, daarom wat je nu gaat zien: dat je ziet van ja, Xbox game business. Uh, het is de hardware, niet de games. Nu is het de hardware, dat betekent dat het zometeen automatisch de games is. Want ja. de problemen beginnen bij de hardware en vertalen zich dan door naar de, uh, naar de platformen. Want dat is natuurlijk het hele ding. Microsoft heeft gewoon veel te weinig content om mm -hmm. dat Game Pass goed uh, neer te zetten. Er is gewoon te weinig om te spelen. Ja. En dat, um, je moet gewoon elke maand moet je een, minimaal één blockbuster hebben die men wil hebben. En dan loopt je platform goed. En dat doen ze nu al maanden niet. Er is maar al maanden niks. Maar je denkt niet dat Microsoft meer interesse heeft om dan echt een Netflix te worden? Uh, want Netflix verkoopt ook geen kastje. Weet je? Oh, maar, maar Netflix maakt geen reet uit waar je het kijkt als je maar een abonnement neemt op Netflix. Het wordt een entertainment Service. Ja, behalve dat. Uh, uh, Want het, het levert ze nu geen geld op, sterker nog. Ze verliezen hierdoor geld. Uh, Satya Nadella heeft gezegd: van oké, okay, de, de, uh, dat hij teleurgesteld was. Ja. Lichtelijk teleurgesteld in nou, we, resultaten. We de resultaten. We, we lopen nog niet waar we willen zijn. Bladibladibla, Dat soort verhalen. Dit is natuurlijk ook waarom we zo'n hele um, uh, depressieve uh, Phil uh, Spencer zagen. Weet ja. je? En dat is um, uh, dit speelt natuurlijk op de achtergrond. Maar het, het ding is van ze kunnen natuurlijk wel op alle TV's, weet ik wat. Maar dat is hun streaming mm. dienst. En ik denk dat gamers gewoon nog niet helemaal warm lopen voor die streaming shit. Tenminste ik dat, als gamer. Het benen. is niet dat het het is niet per se heel slecht. Maar we hebben gezien dat het is ook geen het is geen meerwaarde. Het wordt uh -huh. gezien als een, als een wat mindere optie. Ja. Weet je, dat is ook waarom we gewoon zagen dat Google uh, uh, Cloud Stadia, uh, Stadia gewoon uh, ja. Volledig ja, 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 mislukte ja, ja. omdat het ja, mensen gaan niet betalen voor iets wat minder is. Weet nee. je dat je gaat betalen voor, voor, voor een upsell voor een nee. premium dienst. Ze zitten dus eigenlijk in een transitiemoment. Wat nee, 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 ze hebben, ze hebben een fout. Er, is, okay. er zit een fout in een model en dat de fout zit hem erin dat ze die omdat die hardware strategie niet goed is, mm -hmm. komt hun software strategie onder druk te staan. En die hardware strategie daar hebben we het bij het begin al van gehad. Die Xbox Series X is een fantastische. Fantastisch ding. Dat is een ja. hele goede console. Maar die Series S, die heb je helemaal niet nodig. Dat moet weg. Ja. Het feit dat je uh, uh, op je Xbox One ook nog dingen moet kunnen spelen. Fuck dat. Het is een vorige generatie. Weg maar, daarmee. Maar als je daar... Ik, 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 ik ken de, 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 de verdeling niet. Hè. Ik weet niet hoeveel Series S ten opzichte van... Ik denk dat er meer Series S's zijn verkocht. Maar je kan dat niet zomaar zeggen. Oké, okay, we ondersteunen die series S niet meer. Want die mensen hebben natuurlijk die, die fysieke games. Ja, die moeten, die moeten dan wel Game Pass gaan hebben. Ja, die oder? hebben al, sowieso allemaal Game Pass. Want er zit geen nee. uh, de, de DVD-speler, of wat, wat is het in dat ding. Dus met, het is, maar je uh... zit er nu aan vast. Je kan het niet zomaar af. Of denk jij van dat gaat nog wel eens ver... Want het geluid wat ook gaat, is dat PlayStation is actief, bezig met die PlayStation 5 Pro. Mm -hmm. 8K en, en 4K uh, met, met 60 frame rate gegarandeerd, Bla die bla. Dat Xbox daar geen antwoord op heeft. Die zijn daar nog helemaal niet mee bezig. Ja, of die... de, de Xbox kan dat wel. Natuurlijk kunnen ze dat wel. Ja. Maar, maar het ding is van, kijk, Sony die heeft wat dat betreft, en dat is altijd al zo geweest: gewoon een, een, een focus op die hardware. Omdat als ja. die hardware verkocht is, weten ze. Dan verkopen we daar software op en dan verdienen we daar geld aan. Nou, ja, dat is natuurlijk. Ik bedoel, PlayStation 4 heeft Sony uh, PlayStation echt gigantisch gemaakt. Mm -hmm. Dat is zo'n krankzinnig succes geweest. We hebben het veel over gehad. PlayStation 5 launch was gewoon ontzettend uh, gemankeerd. Ja, uh, enerzijds, toch gewoon de uh, het feit dat hun van uh, de manier waarop ze die fabrikage deden niet goed was, weet je. Foxconn en Corona, en dat die fabriek dicht ging in China, en weet ik van toen het gezeik met die met die container transporten uit China, wat mm -hmm. allemaal niet lukte en veel te duur was. Dus dat was alleen maar gezeik. En uh, nu is dat allemaal een beetje voorbij, en dan ja. verwacht je ook gewoon van ja. Het feit dat die PlayStation 5 gewoon een heel erg lelijk ding is. Mm -hmm. Zelfs dat probleem gaan ze nu oplossen, omdat ze met dan een slimme editie <laughs> komen. Nou, ik denk dat dat een goed idee is. Mm -hmm. PlayStation 4 Pro was ook een topding. Dus langzaam, een beetje, zijn ze gewoon al die dingen glad aan het strijken. En dan ga je als consument. En ik, ik ben een voorbeeld daarvan. Want ik heb, ik heb eigenlijk die PlayStation 5 niet gekocht. Gewoon omdat ik dat ding zo ontzettend, eerst was het er niet, dat trok ik niet. Daarna was het gewoon. Ja, heb ik zoiets van, nou, nu is het er en nou, hebben ze het weer duurder gemaakt en nu dan weer goedkoper. Maar ik blijf het gewoon een ontzettend lelijk ding vinden. Ja. En ik heb geen zin om dat abonnement te gaan nemen voor 20 euro de maand, of weet ik veel wat het kost. Um, ik heb er gewoon geen zin in. Nee. Weet je? En dan is de vraag op een gegeven moment: van wanneer krijg ik er wel zin in? Weet je? Wanneer krijgt de consument zin dat in ik? die shit? Nou, dat is een combinatie van gewoon hele goede games. Um, en ook een heel klein beetje het instorten van Xbox. Want op het ja. moment dat je uh, Xbox. Um, uh, uh, hoe heet het? Uh, dat je een soort premium uh, um, uh, Xbox-abonnement uh, uh, hebt. Waar ja. je gewoon ook rustig 16 euro voor de maand betaalt. Als je dat. Ik bedoel, je gaat er geen twee naast elkaar nemen. Je doet er eentje nee, Je gaat ook uh, niet uh, Apple Music uh, en Spotify nemen, nee. weet je. Eentje gaat weg. En dat betekent dat um, ja, PlayStation heeft de mogelijkheid om Xbox gewoon echt aan de kant te zetten. En als dat gebeurt, mm -hmm. dat is niet een goede zaak. Want dat betekent dat, um, uh, ja, ik denk dat de kans groot is dat Microsoft inderdaad de stekker trekt uit hun hele hardware strategie. Mm -hmm. En dan blijven ze Game Pass houden. En dat is, ik zweer het je, dat als ze dat gaan doen, dan maken ze de grootste vergissing ooit. Want Game Pass heeft gewoon geen bestaansrecht los van die hardware. Okay. Dat, dat ga je gewoon, um, ja. Kom ik zo even op terug. Uh, hier is trouwens de, de, de estimates, want ze geven ook altijd natuurlijk een, een forecast. Uh, dan kijken ze altijd fruiten. Dat wordt bij zo'n aandelen uh, kwartaal uh, rapport uh, zeggen wat je hebt gedaan. Nou, dat was... Ook weer niet slecht. Ik bedoel, ze verdienen meer geld weer dan, dan, dan het jaar daarvoor. Maar Satya Nadella was duidelijk van... we hadden meer verwacht. Nou, hier zie je dus... dit is, dit is allemaal uh, Q, Q1. Uh, Q1 is juli tot september. Dat, dat is voor mij altijd heel lastig... want dat is bij ons totaal niet Q1. Uh, als ik het heb over weken en zoals wij werken... Goed, goed, een financiële, financiële dingen En uh, daar zie je dus dat Starfield komt daarin uit. Starfield is het vlaggenschip. Ik bedoel, dit moet... Een enorme boost gaan geven aan, 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 aan Game Pass. Maar het moet ook een enorme boost gaan geven aan de hardwareverkoop. Mensen gaan misschien nu eindelijk voor deze game. En wat er vervolgens komt, een Xbox Series X uh, kopen. Maar ze hebben het helemaal niet zo hoog ingeschat. Ik bedoel, het is maar 300, nou nog niet eens, 200 miljoen meer is om te zetten. Met een titel als Ten opzichte van Starfield. Vorig jaar, ja. Ten opzichte van Q1 vorig jaar. En uh, daar zijn ook heel veel analisten van. Ja, waarom is dat dan zo laag? Ingeschaald. Is dat voorzichtigheid? Is dat angst? Uh, zijn, ja, dat, dat kan ik ook even op dit moment niet zo heel erg goed. Nee, maar, maar luister, je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, ze hebben het laag ingeschat. Waarom hebben ze het laag ingeschat? Waarschijnlijk omdat ze gewoon terecht inschatten dat die game het niet heel erg goed gaat doen. Mm -hmm. En ik begrijp niet waarom dat is. Want bij mij is de hype heel groot en bij andere gamers ook. We hebben zoiets van moeten die shit spelen. Ja. Maar je hebt kans dat ze snappen. Uh, dat het misschien wel niet een, het mainstream succes is wat je zou verwachten. En dat is weer opnieuw een bevestiging. Dat als zij niet heel groot op die gamer inzetten, mm -hmm. um, dan ga je de aandacht van die gamer verliezen. En Top. dit zijn nou ja. titels die je bij die gamer kun je die vermarkten. En ik heb dit, ik bedoel, dit is niet exclusief voor Microsoft. Hoor. Er zijn, bij alle uitgevers maken dit soort fouten. Ik heb bij Sony, heb ik ook jongen, ik heb daar een keer een gesprek gehad. Ik heb dat al vaker gezegd. En die Product Manager die, daar, die zit er nog steeds. En die zei toen ook van ja, weet je, God of War, dat is voor ons niet zo interessant. <laughs> Wij willen juist uh, de eye-toy en dat soort ja, dingen. Ja, dat is ja, interessant. Ja, ja, ja. En ik had echt zoiets van, mijn god, weet je, hoe krijg je het uit je strot? Hoe komt het dat je daar nog werkt? En dat, en tot op de dag van vandaag is dat is ja. een, uh, dat, een ding, weet je. En dat. Um, Um, het, het is wel, het is, dat is ook het gevaar hè? van, van met, met King hebben ze natuurlijk die, die Candy Crush en die mainstream en, en ze willen die 2 miljard gamers bereiken. Nou, dat zijn heel veel in overmate, overgrote mate zijn dat mainstream gamers, maar die heb je nog niet. Dat is echt nog een traject van, van jaren om dat te krijgen, dan moet je gaan opbouwen. Je... En je kunt ze niet bereiken als je niet eerst gewoon exact. de hard. Want er, dat is het hele ding. De mainstream gamer is niet een andere doelgroep. Nee. Het is gewoon een gamer, een hardcore gamer. Die niet heel vaak of heel veel gamet. Of daar heel ja. veel geld aan uitgeeft. Maar als jij niet eerst de fanatieke gamer overtuigt, dan kun je nooit. Uh, je kunt je nooit richten op iemand die niet echt geïnteresseerd is. Nee. Dat is heel erg moeilijk. Ik bedoel, je, 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 je richt je. Als je een auto wil verkopen, richt je op autoliefhebbers. Weet je, als jij een, uh, een game wil verkopen, dan richt je mm -hmm. op gamers. Ja. Wil je een hardware platform verkopen of een digitale dienst of whatever, richt je op gamers. En als zij zoiets denken van nee, maar de gamers, we moeten mensen. We moeten juist uh, weet ik veel, in de bioscoop gaan adverteren. Want daar komen mensen die niet echt geïnteresseerd zijn in games. Het is zo ontzettend schizofreen. Als, als je zo naar marketing kijkt. Ja. En dat is, uh, dat is wat zij nu aan het doen zijn. Maar dat is dus het gevaar waar zij nu een beetje in zitten. Namelijk, uh, ze, ze, ze zijn ook ze zijn een beetje die mainstream gamer aan het kwijtraken. Althans, die heeft blijkbaar dus niet uh, de behoefte om massaal een Xbox Series X uh, of S in huis te halen. Um, mm. De games blijven een beetje achter. Nou, dat lijkt dan ook dat ze een beetje voorzichtig het succes van Starfield uh, inschatten. En als ze die hardcore gamer maar niet krijgen, en dus ook. Die hardware niet om, omhoog krijgen. Dan hebben ze dus weer dat probleem. Twee versus één. Waardoor. Third party. Partijen. die hardcore games maken. zoiets hebben. van... Ja, ik ga hem niet ook voor de Xbox maken. Want ja, dat. Daar ga ik niet zoveel verkopen. Dan moet Microsoft dus weer geld bij gaan leggen. Dat doen ze nu ook wel. Maar dat kost, dat kost allemaal geld. Het is allemaal geld betalen, betalen, betalen. investeren. En je proeft toch ook wel een beetje. dat. Ze hebben nu net fucking. bijna 70 miljard uitgegeven aan Activision. Weet je wel. Dat. Ja. Er komt een moment dat zo'n directie zegt van ja, maar nu wil ik ook wel wat gaan verdienen, weet nou je wel. Ja, en, er, er is nog een ander ding, hè, en dat is um, uh, kijk, de, de, we hebben het over dat eerste kwartaal, wat ze ja. dan zeggen vandaag. Ik bedoel, dat eerste kwartaal, dat begint op 1 juni. Dus juni, juli, augustus. Nee, juli, het is juli, augustus, september. Oké, okay, juli, augustus, september. Ja. Wanneer komt Starfield uit? 1 september is die voor het eerst uh, voor de voor de pre-orders. En 6 september is die volgens mij voor iedereen. Ja, dus pak hem bij drie weken. Ja. Dus je hebt kans dat ze dan. Maar dat zijn voor hardcore games, dat zijn ja. de weken. Ja, dus dan, dan zou je dus zeggen van ja, omdat de meeste van die hardcore gamers, die hebben gewoon Game Pass, dat hebben ze uh, waarschijnlijk doorlopen. Of dan gaan ze dan een beetje meer van omzetten. Van de mensen die Game Pass ja. nemen voor die game. Um, ja het, ja, het is een reeksommetje. Goed dat je naartoe gaat, want uh, we leren ook best wel uh, uh, ik put toch nog steeds oh, uit, dat, uit dat, dat vermalendijde onderzoek. Uh, mm. Maar hier staat bijvoorbeeld. En mensen zijn. Het zijn talloze pagina's, weet je, en mensen zijn het nu aan het herlezen. En dan kom je steeds meer feitjes te weten. Bijvoorbeeld uh, dat Game Pass Ultimate uh, 70 tot 80% uh, van de huidige. Uh, Game Pass gebruikers is. Dus Game Pass Ultimate is de duurste. Die is 17 euro volgens mij. En daarmee kun je, dus PC, gaming, alles kun je uh, daarmee doen. Uh, ongeveer dus 30 tot 20 procent is, is de gewone uh, Game Pass. Nou, dan heb ik zelf even uh, een, een rekensommetje gemaakt. Uh, uitgaande van, uh, uh, even kijken hoor, 25 miljoen. Uh, mensen hebben dus. Uh, ik, ik ga uit van 25 miljoen. Uh, dat is de laatste officiële cijfer: 25 miljoen Game Pass gebruikers. Mensen zeggen dat, er, dat ze inmiddels al bij de 30 zijn, maar dat weet ik niet. Ik neem het voorzichtig. Ja, 70 um, Ja, dat, nou, 70 Dat is 17 uh, tot 20 miljoen. Daarvan uh, dat is, zou dan maandelijks 300 tot 4, 340 miljoen ja, nog inkomsten B, zijn. Ja, btw moeten nog af. Precies. En uh, bij de gewone die brengen dan ook nog eens een keer 55 tot 82, 82, miljoen per maand op. Dat is bij elkaar dus 400 miljoen uh, inkomsten. Uh, Wat? Genereerd game Dus hoe dan? 25 dus... miljoen mensen. Betalen, dus 80%, 80% dat, is, dat, dat zijn ongeveer dan 20 miljoen mensen, betalen elke maand 17 euro. Ja, dat, en dan en je... kom je dus op 300 tot 340 miljoen. Oké, okay, en dan uit. blijft nog hoeveel miljoen? Er blijft nog 5 miljoen mensen over? Ja, en die betalen dus, uh, uh, dus uh, die betalen volgens mij een tientje dan, uh, uh, die betalen ongeveer dan 5,5 tot 82 miljoen. En dat oh, bij elkaar is 400 Dat is dus de inkomst. Okay. En het is het is heel erg een rekensom. Ja, btw er nog af, weet je. Tuurlijk. Dus ook gewoon nog eens een keertje 40, 50 miljoen Kijk, Iedereen weet of gelooft of denkt van omdat Starfield op Game Pass zit dat ze minder box gaan verkopen. Dus die 70 miljoen gaat natuurlijk minder. Het gaat minder hard steeds 10 miljoen of 17 miljoen dan in één keer die 70 miljoen. Dus ze gaan daarop verliezen. Ja. Uh, dat hopen ze dan weer. Dat moet dan Blijkbaar denken ze toch dat uiteindelijk door Game Pass meer mensen Game Pass gaan worden, dat het toch meer geld oplevert dan als het alleen maar zoals bij PlayStation boxed is. En het zou ook een hardware-trekker moeten zijn. Ik weet het niet. Het is allemaal nog een beetje. We weten het niet. En ook voor Microsoft onontgonnen terrein. Um, het, ja, het, het is gewoon. Ze weten het niet op dit moment. Waar gaat dit naartoe? Ja. Nee, de, maar dat is het hele ding. Kijk, niemand weet het. En da nee. daarom is het leuk dat wij daarover kunnen speculeren. Nou ja, Nintendo weet het redelijk, denk ik. Nee, maar Nintendo is ook. Uh, die, heeft die is ontzettend hard gegaan in die coronatijd. Ja. Die is doorgegaan met het verkopen van switches. Toen uh, Xbox en PlayStation de onderdelen en de, de consoles niet in de winkel kon krijgen. Uh, die hebben ontzettend goed geboerd erbij. Mm -hmm. En die zien nu ook die terugloop, die vermoeidheid die toeslaat. Uh, en dat mensen eigenlijk toe zijn aan nieuwe hardware, aan een nieuwe generatie. Ja. En het uh, neem niet weg dat Pikmin 4 nog steeds waarschijnlijk heel goed verkoopt. Zeker. En dat iedereen heel enthousiast over is. Maar uh, ja, dingen hebben gewoon een bepaalde levensduur. En dat, um, ja, bij Xbox heb ik heb ik gewoon. Wat mij echt opvalt, en ik merk dat ook aan, aan onze gesprekken. Wij hadden gewoon in het begin ontzettend enthousiasme voor Game Pass. Ja. En het is gewoon nu al een aantal maanden ligt het gewoon stil, weet je? Daar komen wel games niet, nee. uit. Nee. nee, het is gewoon, er komt gewoon niks interessants uit. Nee. En, en ja, weet je, dat is een, de, de laatste game waarvan ik echt zit. Was die, die geflopte Bethesda vampire Shooter, weet ja. je? Dat, dat is het laatste wanneer ik. Nee, ik uh, zit te wachten op, op, op Starfield. Dat is het enige van de pas. Ja, ik, bedoel, maar, ja, ik, 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 ik bedoel, laat ik eerlijk zijn. Ik bedoel, we hebben een, een account wat we krijgen van van Xbox. Uh, anders had ik hem waarschijnlijk op dit moment even stopgezet. Uh, en da da dat, dat is ja, dat zit hier allemaal fruitvliegen. Ja. Iemand heeft zijn fucking bier hier ja. hierlangs. Uh, dat maakt het best wel lastig. En kijk, natuurlijk weet Nintendo het niet exact, maar ik denk wel dat Nintendo een bepaald vertrouwen heeft oké, okay, we hebben nu 122, 130 miljoen Switches verkocht. Er komt uh, straks weer, weet ik wel, er komt Game X uit. Dan weten wij statistisch gezien dat we daar. Mm -hmm. 7,5 miljoen van gaan verkopen. Weet je wat ik bedoel? Ja. En er is een soort van marge van tussen de vier. En de, dus dat is heel erg fijn werken voor een bedrijf. Dat je zegt: Oké, okay, minimaal gaan we dit doen. En als het echt heel lekker wordt, dan gaat het dit worden. En dan zeg je van: Oké, okay, nou gaan we hierop begroten. En als we dit dan gaan krijgen, dan bonussen, weet ik allemaal wat. Microsoft weet het gewoon niet. Ja. Nee, dat dat, en, ja. en dat hebben ze zelf ook een beetje aangedaan door dat duale model te voeren. Van je kan het Game Pass doen, maar je kan het ook gewoon vastkopen. En je hebt twee soorten consoles. Ja, maar de, dat model, dat is gedreven door de manier waarop Microsoft werkt. Mm -hmm. En dat, uh, dat is het vervelende. Dat dat gewoon, dat is zo'n gigantische corporate. Uh, monster dat heeft als voor, voordeel dat je gewoon Activision Blizzard kunt kopen. Ja. En het heeft als nadeel dat je de hele tijd nieuwe businessmodellen moet um, uh, moet formuleren om je ambities op een of andere manier vorm te kunnen geven. En dat ze, dat hebben ze gedaan. Ze hebben gezegd van 2 miljard gamers bereiken. Natuurlijk gaat dat niet gebeuren. Nee. Weet je, dat hebben we zelf ook al gezegd. Dat gaat maar, niet gebeuren. Laten we eerlijk zijn. Als de Game Pass er niet was geweest. Dan was het al lang klaar geweest. Ja, nee, eens. Dus het is, het is hun redding. En op dit moment is het ook een beetje de molensteen die om het nekje hangt. Omdat ze niet volledig op hardware inzetten. Maar ook nog niet volledig op de game. Dus ze doen een beetje allebei. En dat allebei. Dat, 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 nou, dat schuurt maar een beetje. Kijk, als jij en ik een bedrijf zouden hebben, waarbij we 10 miljard per jaar zouden omzetten, dan zouden we ons handen dichtknijpen. Dat zou fantastisch zijn. Maar ja. voor Microsoft is het wisselgeld. En dat is het vervelende van die business. Die business moet zo groot worden. Wil het ook serieus genomen worden binnen Microsoft. En anders gaat gewoon de stekker eruit. Doei, ja. latertje. En daarom. Ik heb al heel lang geleden gezegd van Microsoft zou Xbox moeten verkopen, gewoon aan een partij mm -hmm. die daar of het zelfstandig moeten maken. Weet ik wel, gewoon aan een partij ja. die dat, die daar echt een goed gaming-platform van kan maken. Want binnen Microsoft lukt dat niet. Ze zijn te marginaal, het gaat niet werken. Tuurlijk ja. is het vet dat je uh, Activision Blizzard kunt kopen, maar ja, het nadeel is dat zo meteen de stekker eruit gaat. Nee. Um, ja, dat klopt. Uh, overigens, om het allemaal weer een beetje in het, in het, in het, in het, in het in goed te vergelijken. Uh, de omzet uh, van, um, de, 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 van Microsoft van het afgelopen kwartaal, was ik 72 miljard. Dat de, weet je wel. Dus uh, als bedrijf gaat het echt fucking goed met Microsoft. Ja. Uh, maar het is voor een heel groot gedeelte aan die cloud uh, shit. Uh, de, ja. Daar gaan ze zo ontzettend hard in. Inderdaad, gaming is klein. Dus zolang de rest heel goed gaat, zal er wat langere adem zijn. Maar je ziet al wel. Dat als Nadella zegt van het is niet wat ik gehoopt had. Um, dat is wel een pijnpuntje. Dat is een pijnpuntje ja. voor veel. Dan weet je, moet we moeten nu aan de slag. Want dit moet hij niet vier of vijf kwartalen achter elkaar ja. zeggen. Nou, hij is begonnen. Dan gaat het nu een beetje van ja, wat moeten ze dan doen? Nou, ten eerste moeten ze natuurlijk content hebben. En um, dit was wel leuk. Dit was uh, volgens mij op een, op een, een, op een, uh, ja, een soort van Square-presentatie uh, in Japan. Uh, laten we even gaan kijken.

Ja, daar komt hij binnen hoor. De grote held Phil Spencer. Weet je wel, uh, een beetje ongemakkelijk voelde hij zich wel, maar dat maakt niet uit. Hij pakt zijn telefoon. Waarom pakt hij zijn telefoon? Dat weet ik niet. Oh nee, het is een soort, soort presentatie-dingetje wat hij ja. gaat geven. Ja, goed. Boer met, boer met kiespijn-verhaal, uh, een beetje. Um, ja nou, dan ga je laten zien dat die boer met kiespijn staat hij daar op dat podium nou ja wat ik wilde laten zien is dus uh, uh, een van de dingen was Square deed eigenlijk altijd alles bijna op de PlayStation en op de PC niet op de Xbox en ja. Final Fantasy 14, dat is een MMO ja. uh, die komt dus nu naar uh, ja die komt dus naar de Xbox toe dus ja. er is nu een band met Square Enix gebouwd uh, ik denk dat dat ook te maken heeft dat Square um, ja, ook niet helemaal lekker gaat. En uh, dat ze toch ook wel zoiets hebben van... Fuck, um, hebben die inkomsten van de Xbox ook nodig. Het zal me ook niks verbazen als Microsoft hier ongetwijfeld ping-ping voor neerlegt. Dit is natuurlijk een van die dingen die, moet, die hij moet gaan doen. Hij moet content gaan brengen naar, um, naar de Xbox, ja, naar de maar, Game Pass. Maar dat is... Graag, ja. Maar dit, deze game komt overigens niet in de Game Pass. Want het is, het is, het is al een soort van... Ja, het is een MMO. Dus maar wat doet dit... hij daar dan? Nou, hij hij, hij, ja, hij, hij kondigt dus... hij hij het aan, van dat, dat er een samenwerking komt dat oh, okay, bij elkaar. Dat gaan. Ja, ja. Dus okay. dat, dat is een van de dingetjes die ze daar uh, waren. Um, okay. uh, ik, vond, ik vind het wel mooi hoe ze dat allemaal doen. Weet je, het is daar heel groot Final Fantasy. Uh, hij moet echt vol op die content uh, gaan zitten. En dan is het ook wel leuk. Dat komt ook een beetje uit die hele Activision uh, papier allemaal naar voren, hoe dingen werken. Um, sommige mensen zeggen ja, maar weet je wel. Uh, ooit maakten ze Spider-Man uh, is ooit multiplatform geweest en Sony heeft dat afgepakt, die hebben ze allemaal betaald blah, blah, weet je wel, Sony doet het ook Nou, dat is niet helemaal waar um, Marvel Spider-Man was inderdaad ooit multiplatform mm -hmm. uh, alleen um, Marvel uh, ja, dat, dat, dat lukte niet helemaal aardig en op dat moment hebben ze het gewoon aan meerdere partijen neergelegd willen jullie betalen uh, om Spider-Man games te maken, ja. want de oude Spider-Man games zijn ook op de Xbox te spelen en uh, Microsoft heeft daarop nee gezegd en Sony heeft daarop ja gezegd. En die hebben toen dit gefund. Dus dat ligt, het is niet dat ze het van elkaar afpakken, maar Sony zag er wel wat in. Microsoft zag er niks in. En vervolgens uh, uh, is Insomniac uh, daarmee aan de slag gegaan. Dat is uiteindelijk ook bij PlayStation terechtgekomen. Het is gekomen. toch een grote franchise geworden. Het is een grote franchise gekomen. Dit is natuurlijk ook gewoon van, je moet het er wel in zien. En zo is het ook met Bethesda gegaan. Ik bedoel, uh, Phil Spencer en zijn... Uh, uh, management heeft zoiets gehad van hey, die shit van Bethesda, dat past heel erg goed bij ons type gamer wat we willen, ja. RPG's uh, we hebben nu al twee keer misgekleund uh, Starfield moeten we hebben, we geloven erin um, dan gaan we daar een deal mee maken want anders ben ik weer de lul, dan is het weer alleen bij de Playstation, ja. zo gaat dat dingen, mensen kapen shit bij elkaar um, weg inderdaad en um, nou goed, dit is ook wel interessant inderdaad van wat dan de gevolgen zijn uh, dat de CFO, dat is dan de, 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 de financiële baas. Um, lower profit margins impact the entirety of the Xbox business. Dus er komt, de profits zijn gewoon wat lager. Hè? Die, die, de consoles worden met verlies uh, geleid. Uh, dus is weliswaar iets meer games verkocht. Maar toch niet helemaal volgens de hoop en de verwachtingen die ze hadden. Uh, nou, en dan lower to inspected margins leads to layoffs. Scaling of operations. Er zijn natuurlijk ook mensen ontslagen bij Microsoft. Scaling of operations en even. Hardware production. Uh, in the data, Xbox consoles are produced and sold at a loss. If Xbox is unable to maintain a certain level of prof profitability. Then it has to cut costs. One of the ways it can cut costs is by ordering, producing, manufacturing and shipping fewer Xbox consoles. Dat is een van de redenen waarom die Xbox op een gegeven moment ook bijna niet meer in de winkels lag. Okay. Ze verkochten hem niet. Uh, je wil gewoon niet... Uh, ten eerste, je wil geen schappen vol hebben, want dat kost geld. Uh, plus het ziet er ontzettend kut uit als je PlayStation-schap helemaal leeg is en je Xbox-schap staat helemaal vol. Dat is gewoon negatieve reclame. En dan ga je gewoon meer... Je gaat minder laten maken. Ja, maar dan, dan vind ik het wel raar. Dan zou je alsnog verwachten dat die dingen bijvoorbeeld wel bij... M zon Liggen, want dat is gewoon heel effectief. Bijvoorbeeld, ja, en dat um, um, ja, dat was ook niet het geval. Weet je, die dingen waren er gewoon niet. Dat, dat ik vond het gewoon heel raar. Ja, en dat, uh, maar goed, okay. nou, het, 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 het loopt nog niet lekker. En ik ben heel benieuwd uh, hoe het komend jaar uh, Phil Spencer en zijn team de strategie gaat uit. Hoe, hoe gaan ze die Xbox-hardware? Aan de praat krijgen, hoe gaan ze Game Pass aan de praat krijgen, hoe gaan ze de cloud aan, aan de praat krijgen zonder dat het op elkaar kan Ik ben heel benieuwd, uh, hij kan ja. nu aan de slag. Dus. Uh... Dat is goed. Uh, vorige week hadden wij uh, uh, ook nog eventjes een, uh, een, een over Nintendo, over die, 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 ja, hoeveel consoles zijn er verkocht en hoeveel games worden er verkocht. En hadden we een hartstikke mooi staatje allemaal. Uh, er was één probleem: Nintendo maakt nooit, maar dan ook echt nooit bekend wat ze digitaal doen, wat ze digitaal verkopen. Dus Zelda ja. stond in nummer twee ergens volgens mij, maar dat was gebaseerd alleen op fysiek, wat al fucking briljant is en wat ook laat zien hoeveel boxed games of hoe afhankelijk Nintendo nog is van boxed games. Dus die hebben nog wel zoiets van hey die retail moet blijven want wij verkopen onze games gewoon nog echt gewoon vanuit de winkel uh, ja. vaak. Nou hier is dan inderdaad een, een staatje uh, uh, daarvan. Uh, dan zie je dan inderdaad um, roze of is het paars uh, dat is physical en digital is uh, uh, blauw. Nou zou je zeggen ze dat is wel steeds meer, maar hier zit ook daadwerkelijk alles in, dus ook uh, als je coins koopt, uh, uh, die je wil gebruiken, of al dat soort dingen, of, of een ja. abonnement, dat zit daar allemaal in verwerkt. Men gaat er nog steeds vanuit: 80% van een game is fysiek, 20% is digitaal bij alle bij PlayStation en bij Xbox, is het eigenlijk min of meer even gechargeerd. Omgekeerd, ja, nou ja, absoluut. En maar het is natuurlijk ook uh, het spreekt voor. Um... Uh, voor Nintendo. Het is natuurlijk ook zo, als jij een Nintendo cartridge koopt, die doe je in je Switch, dan kun je gelijk spelen. Ja. Dan gaat hij niet ergens nog 100 gig vandaan downloaden. Nee, niet en nou. dat heb je natuurlijk wel Playstation Xbox. Die diskjes doen eigenlijk niks meer. Mm -hmm. weet je, je doet het erin, het is alleen een soort aankoopbewijs en volgens begint hij alsnog die game te downloaden. En dat is het, um, um, het ding met, met uh, Nintendo wat vet is. Daardoor weet je ook van, je gaat over 100 jaar, ga je nog steeds die Nintendo games kunnen spelen. Ja. Je kunt het verkopen op marktplaatsen, weet ik veel wat. Mm -hmm. je. Het is gewoon geld waard. En dat, uh, ik vind dat heel waardevol. En dat, uh, uh, helaas heb je dat niet meer. Uh, dat raak je kwijt als je het digitaal gaat kopen. Nee, absoluut. Uh, de doelgroep is ook voor een deel anders. Heel veel kids spelen het. Uh, misschien ook nog juist wat oudere mensen die het met hun kids spelen. Die gewoon nog niet helemaal. Uh, of ze willen niet dat hun kids online shit gaan, gaan kopen. Want ja, die kids die, die klikken dan alles aan. Dus ze willen er een rem op. Dan is het gewoon hartstikke handig als je gewoon een gamebox kan kopen. Uh, is ook voor die kids makkelijker. Dus dat is wel een beetje. Vind ik wel interessant hoor. Waarbij dus eigenlijk alle partijen inmiddels zeggen: van nou, die retail, dat hoeft van mij niet helemaal meer. Is er nog één grote partij die zegt: nou, die retail, die vind ik nog steeds heel belangrijk. Want. Dat is ook een beetje een spanningsveld. Ja. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Tot slot wil ik even terugkomen. Op vorige week hadden we het over uh, Ubisoft. Die um, had aangegeven. Uh, tenminste iemand had een, een tweet online gezet van hey dude, uh, ik heb al een hele tijd maak ik niet meer gebruik van UbiPlay, Ubi Volgens mij heet dat. Dat is een, een service van, van Ubisoft waardoor je games kan spelen. En nu krijg ik een appje van uh, ja als je niet binnen 30 dagen uh, je, iets doet met je account, dan wordt je account gewist ja. en ben je games kwijt. Nou in ieder geval Ubisoft heeft aangegeven uh, de games raak je 100% zeker niet kwijt, dus dat weten we ook. Uh, en iedereen had zoiets van wat een diefensleiers die fucking Ubisoft van. Mm -hmm. Ik ben het een beetje verder gaan zoeken ook een jongen, uh, vind ik wel goed een journalist die zoiets van, nou, ik ga het gewoon eens uitzoeken hoe het zit. Het ligt net even iets anders. Um, het heeft namelijk te maken met privacy, boos. Ja, inderdaad. Maar er is een wet uh, die gewoon is als jij lid wordt van iets van een service. Dan mogen zij jouw gegevens maar een bepaalde tijd bewaren. Na die bepaalde tijd, als jij niet gebruik maakt van die service, oftewel je komt niet op die website of je doet er niks mee, dan zijn ze verplicht om eigenlijk dat af te sluiten. Van ja, oké, okay, je doet er niks mee, dan moet ik ook jouw gegevens kwijtraken. Hier is het weer terug aan jou. Dat is dus het probleem. Ja. Het probleem is dus, uh, en dat heb ik ook, ik heb ook UbiPlay. Um, ik doe er echt wel ruim. Ik, twee jaar niks meer mee, dus ja, ik heb dat. Daar ga, ga je al. En uh, ja, dan sluit ik het, dan laat ik het verlopen. Het is dus niet Ubisoft. Er zijn ook andere partijen die dit doet. Valve doet dit ook. Uh, nee, Steam bij Steam is een van de weinigen die het niet doet. Die lost het anders op. Maar de meeste partijen moeten dit gewoon doen. Anders krijgen ja. ze een dikke boete. Ja. Uh, vind je dat goed? Is het uh, een van de weinige dingen die Nee, maar ik, ik ben gewoon geen fan van al die overheid bemoeienis met uh, met dit soort dingen. Maar dit is wel privacy. Ja, privacy, smart privacy. Het is niet dat de overheid iets met privacy heeft. Het is, nee. gewoon, ja, weet je, dit is, het is gewoon wetgeving. Het is gewoon, ja. dit wordt ingezet uh, eigenlijk om het leven van kleine ondernemers onmogelijk te maken. Zo, omdat de grote partijen, ja, die hebben gewoon uh, genoeg geld voor development. om dit soort uh, steeds weer veranderende regeltjes door te voeren in hun ja. systemen. Um, niemand, dit, dit heeft niks met privacy te maken. Ik bedoel, Ubisoft wordt nog net zo keihard gehackt, uh, bij wijze van spreken, als daarvoor. Dat is het, ma het maakt niet uit. Um, weet je, de overheid wil alleen maar meer data van ja. jou hebben, weet je, en zo meteen ook nog een. Is je je identiteit is digitaal en dat uh, weet je, weet ik veel, je geld is digitaal, alles is digitaal. Um, nee hoor, de, de overheid vergeet jou ook niet als jij, uh, weet ik veel, uh, een jaar lang je paspoort niet gebruikt of zo, weet je. Helaas, je krijgt nee. gewoon je belastingaanslag op de op, op de mat. Ik, uh, ik, weet, ik geloof hier totaal niet in. Het is bullshit, het is EU-bullshit. En uh, um, ja, goed. Weet je, het is ook eigenlijk wel logisch dat het zoiets was. Want wat heeft Ubisoft eraan... Nou ja, dat iedereen... was een beetje de vraag. Waardoor het, waardoor het op een gegeven moment ook een soort van anti-Ubisoft verhaal werd. Van ja, wat maakt het nou uit? Ik bedoel, het is een klein beetje data. Het is niet alsof je servers daar nou vreselijk uh, in de war van raken. Weet je. Waarom zou je dat aflasten... wetende dat, dat je waarschijnlijk diegene ook nooit meer terugkrijgt. Weet je? Nou, ja, dat is inderdaad dus deze regelgeving. Uh, het laat dan blijkbaar wel zien... dat er best wel veel mensen uh, uh, een tijd lang geen gebruik maken van Ubiplay. Dat is weer een heel ander probleem waar ze naar moeten kijken. Uh, hoe kan het zo zijn... Dat dat mensen uh, een service gebruiken die ze niet gebruiken. Ja. Um, maar um, ja, goed, dat wilde ik toch even. Nou, niet recht zetten, Maar in ieder geval even aangeven van uh, voordat uh, we hebben al genoeg kritiek op Ubisoft, maar deze kunnen we dus even schuiven naar de overheidsregels. Goed, dat was hem. Uh, de Piepshow. Ik denk, want volgens mij er komen nu vakantieperiodes aan van zowel Boris als mij. Uh, maar ik ja, moet je maar even kijken of volgende week nog een nieuwe piepshow is. Dat zie je dan vanzelf wel. Anders hebben we andere vette content daar staan. Ja.